Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Het is een voorrecht om u vanmorgen voor te mogen gaan en het woord van de Heer aan u te mogen onderwijzen. Het is iedere keer een eer en een voorrecht. En je wordt er zelf ook enorm van bemoedigd. Ik moet zeggen dat ik de tekst die we vandaag met elkaar gaan behandelen nog nooit zo heb gelezen. Dus het was voor mij ook echt een eye-opener. En ik hoop dat dat voor u ook zal zijn vandaag. En voor de meesten is het wel bekend dat we het hele boek Galaten hebben mogen preken. En we zijn begonnen in Galaten hoofdstuk 1 vers 1. En we zijn nu eigenlijk aangekomen bij de één na laatste preek van het boek Galaten. En om eerlijk te zijn, Ga ik het boek Galaten echt missen. Want als we één ding van het boek Galaten hebben geleerd, is dat het evangelie haarscherp is. Het evangelie is een evangelie van Christus of de wet. Van geest en vlees. Van leven en dood. Van hemel en hel. En deze contrasten die kun je goed lezen in het boek van Galaten. En het is best wel een tijd geleden, ik denk wel een aantal maanden dat we begonnen zijn. Ik denk het begin van het seizoen, hè, net na de zomervakantie. En toen zijn we eigenlijk begonnen in Galaten hoofdstuk 1, waarbij we hebben gezien dat er dwaalleraren waren gekomen in de gemeente van de Galaten. Een plaats in het zuiden van Turkije. En die dwaalleraren verkondigden een andere leer dan dat Paulus had gepredikt. Ze verkondigden een vals evangelie. Ze zeiden dat je vooral ook je moest laten besnijden en je moest je aan de wet houden. En het is net zoals eigenlijk bij een juf die met zwangerschap verlof gaat en de kinderen altijd heeft geleerd dat 1 plus 1 1 is. En dan gaat ze met zwangerschap verlos. En dan komt er een andere leraar in de klas. En die leert alle kinderen dat 1 plus 1 geen 2 is. Maar dat 1 plus 1 3 is. Nou, als de kinderen of als de juffrouw dat hoort die met zwangerschap verlof is. Nou, dan gaan de haren recht overeind staan. En dan wil ze de kinderen op allerlei manieren gaan vertellen waarom ze wel naar deze juf moeten luisteren en niet naar die invalmeester, want deze juf heeft het beste met ze voor. Nou, en dat probeert Paulus ook te doen in Galaten hoofdstuk 1 tot en met halverwege Galaten hoofdstuk 2. Hij laat daar zien dat hij de absolute apostel is die aangesteld is door God en niet door mensen, zoals deze dwaalleraren. En als hij dat eenmaal heeft laten zien en aangetoond, dan gaat Paulus vanaf hoofdstuk 2 eigenlijk uitleggen wat het evangelie wel is. Het evangelie is niet een evangelie waarbij we steeds maar onszelf aan regeltjes moeten houden. We moeten vooral doen. We moeten ook in deze tijd onze tiende geven. We moeten in deze tijd ook een hele hoop goede werken doen, want anders dan komen we er niet. Nee, het is niet werken en genade, maar het is genade alleen. En Paulus heeft ons ook geleerd dat we eigenlijk als wij goed begrijpen dat wij gezondigd hebben tegen een heilige God, een eeuwige straf verdienen. En dat noemen ze de vloek van de wet. Omdat wij tegen de wet in zijn gegaan, zijn wij eigenlijk vervloekt geworden. Anathema. We zijn op dat moment in positie mensen die klaargemaakt worden om gestraft te worden. Dat is anathema.
Maar Paulus legt dan in het evangelie uit vanaf halverwege hoofdstuk 2 tot halverwege hoofdstuk 4, dat je onder die anathema uit kan komen. Je kan onder die vloek uitkomen. En dat zegt hij heel duidelijk in Galaten hoofdstuk 3 vers 13. En in Galaten hoofdstuk 3 vers 13 staat het volgende. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. God is naar beneden gekomen, is mens geworden, heeft perfect geleefd onder de wet en heeft zich uiteindelijk als een offer aan God gegeven, zodat God die eeuwige straf in de tijd kon laten komen, in Christus heeft laten rusten, zodat Christus die eeuwige straf die hij 3 uur lang gedragen heeft, in zijn sterfelijk lichaam kon laten sterven bij zijn dood. Dat probeert Paulus ons uit te leggen. En dat is het evangelie. Dat Christus een vloek is geworden voor een ieder die gelooft. En als je gelooft, dan betekent dat dat je niks meer eraan kan doen. En niks meer eraan hoeft te doen. Je bent dan gered. En als Paulus dit dan heeft aangegeven, vanuit halverwege hoofdstuk 2 tot halverwege hoofdstuk 4, dan blijft er nog maar 1 ding over. En dat begint eigenlijk in Galaten hoofdstuk 4 vers 12. En men noemt het gedeelte Galaten hoofdstuk 4 vers 12 tot onze laatste 5 versen die we vandaag gaan behandelen. Galaten tot en met Galaten 6 vers 10. Dat zijn eigenlijk de laatste vermaningen. De laatste aansporingen. De laatste bemoedigingen. Als jij dit weet, als jij weet wat het betekent om te geloven, dan behoor je zo te leven. En vandaag gaan we dan de laatste 5 versen met elkaar behandelen, zodat dominee Klaassen volgende week het mooie boek Galaten kan afsluiten. Nou, als u uw Bijbel bij u heeft, Galaten hoofdstuk 6, vanaf vers 6. Galaten hoofdstuk 6, vanaf vers 6. En vorige week mochten we samen nadenken over de houding van de christen die elkaars lasten behoren te dragen. We hadden het vooral over de houding. Hoe zou een christen zich moeten verantwoorden ten opzichte van een andere christen? Hoe zouden we met elkaar moeten leven? We zouden elkaar moeten oprichten. Het was vooral iets wat we geestelijk in ons zouden moeten hebben. Maar vandaag gaat het vooral over de praktische kant. Hoe zouden we dat dan moeten doen in de praktijk? En dan begint Paulus in vers 6. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijne tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Tot zover ons schriftgedeelte. En dan heb ik eigenlijk ik heb geprobeerd een titel bij deze preek te vinden. En ik weet niet of het goed is, u moet me corrigeren na de preek. Misschien heeft u een betere titel. Maar de titel van de preek is: goed doen is vrijgeven.
goed doen is vrij geven. En dan gaan we twee punten proberen. Ja, gaan we over twee punten proberen na te denken. En het eerste punt is de predikant financieel ondersteunen. Vers 6. De predikant financieel ondersteunen. En het tweede punt, hoe we zaaien bepaalt of we levend of dood zijn. Hoe wij zaaien bepaalt of we levend of dood zijn. De versen 7 tot en met 10. Maar laten we beginnen bij vers 6. En als het goed is, dan hebben we door het geloof in de Heer Jezus Christus de Heilige Geest ontvangen. En we hebben geleerd dat we zouden moeten wandelen in de geest door elkaar te helpen en elkaar bij te staan. En als er iets is wat er aan ons christenen te zien behoort te zijn, is dat we elkaar helpen op de manier die de Bijbel voorschrijft. Kijk, en hier begint het eigenlijk al, hè. We moeten niet proberen te helpen op de manier zoals we dat zelf denken. Maar we moeten helpen op de manier zoals de Bijbel dat voorschrijft. En in vers 6 begint Paulus met een gemeenschappelijke aansporing. En hij legt in feite een statement en een stelling neer. En de stelling luidt als volgt. Als jij een christen bent, als jij de Heilige Geest hebt ontvangen, als jij de gezindheid hebt die Christus had, dan behoor je geld te geven aan de mannen die onderwijs geven in jouw lokale kerk. En het gaat hier niet zozeer om alle leiders in de kerk. Je kunt bijvoorbeeld een ouderling zijn die alleen onderwijs geeft bij het huisbezoek. Of je kunt een ouderling zijn die af en toe een Bijbelstudie geeft. Maar hier gaat het om leiders die met grote regelmaat preken en onderwijs geven in een lokale kerk. Het gaat hier dus om de rol van ouderling-leraar. En we kunnen deze leraar ook een predikant of een dominee noemen. Nou, ik hoor iemand zeggen, maar hoe weet je dat nou, broeder? Hoe weet je nou? Ik kan dat niet uit de tekst opmaken. Dat kan misschien omdat de grondtekst Grieks is. En het gaat, Paulus gebruikt niet het woordje didasco. Het didasco kennen wij van het woord didactiek. Maar het woord katageo. En het woordje katageo kennen wij van het woordje catechismus. En Paulus bedoelt met katageo onderwijs die niet vrijblijvend is. Maar systematisch en stelselmatig gegeven wordt totdat iemand het begrijpt. Dat is katageo. Je kunt bijvoorbeeld, didasco, je kunt bijvoorbeeld allerlei verhalen uit de Bijbel voorlezen aan je kinderen wat goed is en wat je vooral moet doen. Maar tegelijkertijd kun je ook katageo. Tegelijkertijd kun je ook... tegelijkertijd kun je ook doelgerichte Bijbelse vragen stellen, waarop pasgelovigen of jonge kinderen antwoord behoren te geven. Zodat ze zelfstandig leren nadenken over wie God is. Een van de vragen in de catechismus, en dan moet je niet denken dat de catechismus is geschreven voor jongeren of tieners. De catechismus is geschreven voor kinderen vanaf 2 jaar. En de vraag die we dan kunnen stellen is bijvoorbeeld, wie heeft jou gemaakt? En het antwoord is natuurlijk, God heeft mij gemaakt. Dat kan je aan een kind van 2 jaar stellen. En als ze wat ouder zijn, dan kunnen we ook nog zeggen, oké,
Laten we Genesis 1, vers 26 en 27 uit ons hoofd leren. En Genesis 2, vers 7. Maar ook een andere vraag is, ja, maar wat heeft God nog meer gemaakt? Nou, God heeft alle dingen gemaakt. Ja, maar waar staat dat dan? Handelingen 14, vers 25 of 15. Of Romeinen 11, vers 36. Uit hem en door hem zijn alle dingen. Je kent het wel. Nou, als laatste voorbeeld. Wat je als jong gezin met je kinderen kan onderwijzen, maar ook aan pasgelovigen, is katecheo. En dat is, wie is God? Nou, God is geest en hij heeft geen lichaam, net zoals wij mensen. Waar staat dat? Johannes 4, vers 24 en 1 Timotheus 1, vers 17. Catechismus is op een juiste, systematische en leerstellige manier onderwijzen. En Paulus bedoelt hier dus een predikant of dominee mee, die stelselmatig en trouw een lokale gemeente onderwijst, om zo de hele gemeente onder een Bijbelse paraplu te krijgen en zo de gemeente te beschermen tegen dwaalleer. Dat is de taak van een dominee. De taak van een dominee is zodanig het woord studeren dat je onder de paraplu van Gods bescherming komt door doctrine, zodat je niet uit die paraplu gaat en onder de regen van de dwaalleer valt. Dat is de taak van een dominee. Dat is de taak van een man die de gemeente constant leert wat de Bijbel te zeggen heeft, zodat de gemeente uiteindelijk kan dienen tot dienstbetoon, zegt de Bijbel in 1 Timotheus. Zodat de gemeente steeds meer leert hoe en waarom men God behoort te aanbidden zoals hij is en zoals hij dat wil. Ik hoop dat je begrijpt dat het voor iemand die dagelijks bezig is met onderwijs voor de gemeente, het niet makkelijk is om over geld te spreken. Het is niet makkelijk om hier te staan en te praten over geld, maar de tekst zegt het. Dus als we mijn persoonlijk belang even parkeren en de tekst laten spreken, dan is de tekst heel duidelijk. Paulus geeft aan de Galaten door dat ze door het financieel steunen van hun leraar laten zien dat ze de geest hebben. Zoals de vrucht van de geest is samengesteld uit allerlei eigenschappen, is een eigenschap van een godvruchtig leven dat er geld gegeven wordt via de kerk aan de predikant. Op zo'n manier dat deze vrijgesteld kan worden en zich volledig op de bediening van het woord kan concentreren. En het waren de apostelen zelf die een basis legden voor een fulltime bediening. Kijk, laat me snel iets zeggen voordat ik het vergeet. Een fulltime bediening gaat altijd via een gemeente. Als iemand ergens op straat een fulltime bediening uitvoert, is het niet Bijbels. Een fulltime bediening gaat altijd vanuit een gemeente. Je kan niet zomaar zeggen vanaf nu ga ik fulltime bedienen zonder dat de ouderlingen of de gemeente erachter staat. Kan niet. Het waren de apostelen die in Handelingen 6 vers 5 zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om tafels te dienen. En in vers 7 zeggen dezelfde apostelen, wij echter volharden in het gebed en in het bedienen van het woord. Dat is de taak van een leraar. Gebed en het dienen van het woord. En weet u dat de Bijbelse manier van kerkplant is om zo snel mogelijk een predikant aan te stellen die zich kan bezighouden met gebed en het onderzoeken van het woord?
als hier een zendeling uit wordt gestuurd naar een land waar ze Christus nog niet kennen. En deze zendeling die preekt het evangelie en de kerk groeit. Dan betekent dat dat als er 10 of 11 mensen zijn die in die gemeente serieus zijn. Dan is die man vrijgesteld. Dan hoeft hij niet meer zoveel geld te ontvangen vanuit de gemeente. Maar dan is die gemeente zelf voorzienend. Omdat men begrijpt wat deze tekst zegt. We denken bijbels als we zo snel mogelijk een fulltime pastor aan kunnen stellen, waardoor er voldoende tijd is om preken voor te bereiden en er een juiste balans is tussen werk en kerk. En tussen werk en gezin. Het is de wijsheid en de genade van de Heere die het zo heeft bepaald dat ook de predikant voldoende tijd krijgt om thuis ook een rolmodel als man en vader te zijn in zijn gezin. God heeft het zo bepaald. Ook voor de leider of leraar. Want als de leider 40 of 50 uur per week moet werken, en daarnaast ook nog preken moet gaan voorbereiden, die misschien wel 20 uur duren. En daarnaast ook nog een hele hoop vergaderingen heeft hoe de kerk gedraaid moet worden. Dan gaat dat ten koste van zijn gezin. Dan kunnen we zeggen, ja we hebben een goede volgorde. Hij preekt heel goed. Maar zijn kinderen die vinden het helemaal niks. Die kinderen vinden het niet leuk als ze naar een feestje kunnen gaan, maar papa gaat niet mee. Waarom niet? Papa moet eerst werken om zijn eigen geld te verdienen. En daarna moet hij werken om de schatten uit de Bijbel te halen, om dat door te geven aan de gemeente. Is niet in balans. Daarom is de Heer zo genadig dat hij deze tekst in de Bijbel heeft gegeven om aan de gemeente te vertellen dat ze de leraar moeten ondersteunen. Het gevaar is dat kinderen een afkeer kunnen krijgen, omdat pa naast zijn werk altijd bezig is om zijn taak als predikant goed te vervullen. En papa daarom minder tijd kan besteden met zijn kinderen als de ongelovige buurman besteedt met zijn kinderen. Kan je het voorstellen? De buurman, die is altijd op zaterdagmorgen met de kinderen bezig. En in het weekend en ook nog door de week. Maar die zogenaamde predikant die een rolmodel behoort te zijn, kan geen tijd besteden met zijn gezin. Het is genade van de Heere voor de predikant en voor de leraren. Ook in deze gemeente, maar ook daarbuiten. Dat God deze tekst in de Bijbel heeft opgeschreven. Maar als we teruggaan naar de tekst, dan zien we dat Paulus niet aangeeft dat de gemeenteleden geld behoren te geven aan iedere leider. Je moet geen geld geven aan iedere leraar. Nee, dat moet je niet doen. De lokale gemeente behoort alleen geld te geven aan een leider die onderwijst in het woord. En 1 Korinthe 1 vers 18 is een voorbeeld van het woord van het kruis, bijvoorbeeld. Of 2 Korinthe 4 vers 2, het woord van God. Als leiders niet het woord preken en systematisch de gemeente opbouwen door constant vanuit de context het Bijbelse woord, datgene waar God, wat God heeft bedoeld, door te geven, moet je geen geld geven. Niet doen. Uit de tekst kun je opmaken dat de Galaten valse leraren niets moeten geven en zeker niet de dwaalleraren die de Galaten op een dwaalspoor brengen. Als je verdwaald bent en aan iemand de weg vraagt en hij leidt je de goede richting op, dan is de goede gids. En dan geef je misschien ook nog een fooi. Maar als jij aan een gids vraagt om jou
op weg te brengen. En die gids stuurt jou het bos in. Dan moet je hem niet betalen. En zeker geen fooi. Nou, ik hoor iemand zeggen, maar broeder, ik zie in de tekst niet dat het om geld gaat. Het gaat toch om delen van goede dingen? Ik kan de predikant toch ook helpen door voor hem te bidden en hem af en toe een kaart te sturen om hem te bemoedigen met een Bijbeltekst. Dat zijn toch ook goede dingen? Hier staat toch nergens dat het om geld gaat? Dat staat er toch niet? Dat zou je kunnen denken, toch? Maar het gaat wel om geld. Want wat Paulus hier schrijft, is het woord kononeo in combinatie met het woord agathos. En agathos, hè, sommige vrouwen die heten Agatha. Dat is goed, uitmuntend. En kononeo is samen delen. Datgene delen wat uitmuntend is. Dat zegt de tekst. En als we deze tekst, hè, vergelijken met andere schriftplaatsen, dan zien we dat Paulus niet direct zegt, je moet geld geven. Dat is niet Oosters. Zo gaan mensen niet met elkaar om. Kijk, wij hier in Nederland zijn heel direct. Hey, je moet gewoon geld geven. Maar in het Oosten gaat het niet zo. Ik heb een broeder. En als ik hem zijn salaris heb gegeven, dan zegt hij niet tegen mij, je hebt me geld gegeven. Maar dan zegt hij, I have received my prayers. I have received my prayers. Ik heb mijn gebeden ontvangen. Zie je? Dus het is een bepaalde manier van uitdrukken om te zeggen, ik heb geld gekregen. En zo praat Paulus ook met de Galaten dat ze het geld zouden moeten geven, maar dan zonder het woordje geld te noemen. Maar ze moeten het wel doen. En het geven aan leraren is niet iets wat alleen in deze tekst naar ons toe komt. Het staat door het hele Nieuwe Testament heen. Romeinen 15, vers 26 en 27. Ik ga die teksten niet allemaal opnoemen. Matthäus 10, vers 10. 1 Korinthe 9, vers 14. 1 Timotheus 15, vers 17 en 18. Het is een noodzaak dat kerken tenminste één man kunnen ondersteunen om zich vrij te stellen van prediken en onderwijzen van het woord. En broeders en zusters, zoals de Bijbel dat hier 2000 jaar geleden, zoals God dit 2000 jaar geleden heeft laten optekenen, zo geldt het nog steeds. En we leven in een wereld die zo complex is dat een predikant tijd nodig heeft om de woorden van God over te brengen naar deze tijd. En ook nog voldoende aandacht moet hebben voor zijn gezin. Wat predikanten nodig hebben, is tijd om het woord te bestuderen en te kunnen bidden. Zoals Thomas Schreiner ook zegt in het commentaar op deze tekst, quote, het ondersteunen van de predikant is de grootste prioriteit van de lokale kerk. Einde quote. Wat ik u vandaag wil vragen, is hoeveel waarde hecht jij aan het horen van Gods woord? Hoeveel waarde hecht jij aan het horen van Gods woord? We geven ons geld uit aan datgene wat waardevol is, toch? Als je een nieuwe telefoon nodig hebt, dan schraap je geld bij elkaar om de telefoon te kopen. Als je een jurk nodig hebt voor een bruiloft en je hebt het niet, dan schraap je geld bij elkaar om die jurk te kopen. Je gaat niet met die jurk naar die bruiloft die je de vorige keer ook aan had. En zo is het ook met de fiets, een auto, collegegeld, noem maar op. Je schraapt het geld bij elkaar. En zelfs als we geen geld hebben voor boodschappen doen, dan doen we er alles aan om voedsel te kopen. Nou, wij komen uit een arm gezin. Ik was niet echt arm, maar mijn vader en mijn familieleden. Maar hoe je het ook wendt of keerde, ze deden er alles aan. Uiteindelijk stond er toch wat op tafel. Al was het rijst met warme melk en suiker. Of rijst met ei. We hadden het. En we waren blij.
Maar hoeveel te meer zouden wij het geld bij elkaar moeten hebben of halen om het woord van God te horen dat u levend maakt, levend houdt en uiteindelijk brengt tot het hemelse koninkrijk. Hoe zit het met het woord van God? Ben je wel eens bezorgd omdat je geen geld had om de zaken in de gemeente te kunnen ondersteunen? En natuurlijk gaat het hier niet om iedereen in de gemeente. Maar de meest normale gang van zaken is dat als je minstens 11 serieuze leden hebt, je al een voorganger kan vrijstellen. Het is niet bijbels om elke week een andere predikant hiervoor te hebben. Het is wel lekker, hè? Net zoals we Burger King en Kentucky hebben, die ons lekker volmaken. Maar als je echt gezond wil eten, dan behoor je systematisch voedsel te krijgen, zodat je preek na preek de hele Bijbel door kan en kan onderwijzen en geleerd kan worden wat de Bijbel zegt. Dat kan je niet met allerlei verschillende predikanten. Dat gaat niet. Ja, ik hoor iemand zeggen, ja, maar er is toch bijbelstudie? Als we geen predikant hebben, dan kan ik toch gewoon mijn bijbel studeren. Maar het Nieuwe Testament, die praat daar helemaal niet over. Die stimuleert dat helemaal niet zo erg. Dat jij thuis in je eentje op een pietistische manier God moet gaan ontmoeten door constant de Bijbel te bestuderen. Nee! De Bijbel praat over dat de hele gemeente onder de paraplu van dezelfde eensgezindheid komt van de doctrine van de Bijbel. En dat gebeurt in de lokale gemeente. Als we iedere week hier komen en de gemeente niet echt ondersteunen, dan zijn we als iemand die elke dag bij je komt eten, maar nooit iets meeneemt. Laten we naar het tweede punt gaan. De manier hoe we zaaien bepaalt of we leven of sterven. Het kan zijn dat je hier nooit inzicht over hebt gehad en dat je hierin nooit onderwezen bent. Nou, dan ben je vrijgesproken. Het kan zijn dat je nooit onderwijs hebt gehad. Dan is het de genade van God dat je dit mag leren. Maar als je weet dat de Bijbel dit opdraagt, je geld of middelen hebt, maar toch niet geeft, om wat voor reden dan ook, dan moeten we aan de hand van de tekst constateren dat je ongehoorzaam bent aan het woord van God. Je vertrouwt meer op eigen inzichten dan de wijsheid van God zelf. Als je hier zit en dit het geval is, dan gaat de waarschuwing in vers 7 echt voor jouw leven. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Dwaal niet. Loop niet de verkeerde richting uit. Denk niet dat als je zo loopt je er uiteindelijk wel komt. Want God maakt geen grappen. God is serieus. God laat dit niet altijd zo doorgaan. Het is de genade van God die zo goed is dat je deze boodschap mag horen. Maar ik moet tegen je zeggen, als dit voor jou geldt, dan moet je je bekeren. Je begeeft je op glad ijs. Als we zeggen dat we in Jezus geloven, maar we geen vrijgevigheid laten zien door de dominee te ondersteunen in zijn werk, dan klopt dat niet met de Bijbel. Het is een waarschuwing, hè? Dwaal niet. Die ook gebruikt wordt in 1 Korinthe 6 vers 9 en in Jacobus 1 vers 16. En deze waarschuwing mogen we niet te licht opnemen. De waarschuwing gaat namelijk niet over nu.
niet over nu. Weet je, aan deze kant van het graf zien we bijna de hele wereld spotten met God. En God grijpt niet in. Dat zegt niet iets over de mensen, maar dat zegt iets over het geduld van God die constant eigenlijk wacht totdat wij als mensen ons zullen bekeren tot de levende God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nee, de waarschuwing gaat niet voor nu. Hè? Dat zeggen jongeren ook vaak. Ik kom het tegenwoordig steeds vaker tegen. Als ze met elkaar praten en er gaat iets mis, dan roepen ze karma. Karma. Nou, dat is karma. En karma is een benaming die uit de Hindoe-godsdienst komt, waarbij als je goed doet, het ook goed ontvangt en als je slecht doet, het slechte ontvangt. En het lijkt een grappige uitspraak, hè, die karma. Maar het is afgodisch. Het is zo afgodisch als het maar zijn kan. En klopt voor geen meter. Want als karma werkelijk zo was, dan zou de Heer Jezus Christus nooit gekruisigd worden. Never, nooit. Karma klopt niet. En dan moeten we ons volledig van afkeren. Ook jullie jongeren die die grap gebruiken. Het is afgodisch. Het is een belediging ten opzichte van de levende God en zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het gaat er in onze tekst niet om dat we in dit leven gestraft worden, maar dat als dit leven aan deze kant voorbij is, op een dag voor Gods troon, dat we op een dag voor Gods troon komen te staan en dan zullen zien dat er met een heilige God niet te spotten valt en hij niets door de vingers ziet als de vrucht van het geloof niet te vinden is in iemand die met zijn handen in de lucht staat en zelfs Jezus overwinnaar zingt. Als er geen vrucht in jouw leven is, mijn lieve vrienden, dan kun je springen en hossen wat je wil. Je kan op je knieën gaan en bidden wat je wil. Maar wanneer er geen vrucht is in jouw leven, dan ben jij bespottelijk. In plaats van dat je God bespot door iedereen, maar op een of andere manier met je eigen huichelarij te be... Wat een mensheid zal hij ook oogsten. Het is een goddelijke wet die geldt voor elk mens en slaat op het laatste oordeel. Wie je ook bent, jong of oud, christen of geen christen, er zal een dag komen dat we voor God moeten verschijnen en hij ons zal beoordelen wat je wel of niet hebt gedaan aan deze kant van het graf. Broeder, waar staat dat? 2 Korinthe 5. Denk ik. 2 Korinthe 5. De gelaten, maar ook wij, kunnen niet oogsten in deze wereld. Er bestaat niet zoiets als een voorspoedevangelie. Dat als we maar goed genoeg vasten en bidden en goed doen en maar heilig leven, dat we uiteindelijk dan zullen oogsten aan deze kant van het graf. Het bestaat niet. Het klopt niet. Nee, de gelaten hebben aan deze kant van het graf dezelfde ellende te voortduren als alle andere mensen en kunnen daarom alleen maar zaaien en niet oogsten. Oogsten is voor de christen niet aan deze kant van het graf. Oogsten is iets eschatologisch, is iets waar we naar uitkijken. Hier willen we alleen maar zaaien, 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 zodat we het principe krijgen dat als we een klein zaadje in de grond stoppen, dat we uiteindelijk een grote boom uit zien komen. Dat is wat we hier doen. En die grote boom, die zullen we uiteindelijk ontvangen als we daar zijn. Hier kunnen wij niet oogsten. Dat betekent niet dat je geen plezier mag hebben. Absoluut wel. Maar het is niet zo dat we hier al de dingen ontvangen die God voor ons in de hemel heeft weggelegd. Nou,
Paulus roept de gelaten in onze tekst op om in deze wereld alleen te zaaien door te leven voor God en voor anderen in de wetenschap dat ze na dit leven zullen oogsten. Het zaaien gaat hier vooral om het gul en vrijgeven geven aan anderen en om anderen. Gemeente, als we de Bijbel eerlijk en oprecht lezen, moeten we tot de conclusie komen dat er geen gierige christenen bestaan. Weet je, hier in Nederland, wij staan bekend, hè, wist je dat? In Nederland, wij staan bekend om de double dutch. Wist je dat? Double dutch. Je gaat ergens uit eten, weet je wel. En iedereen betaalt voor zich. Je koopt een snoepje. Iedereen betaalt voor zich. Als die Fristie 2,25 is en die Fanta 1,70, dan moeten we het gelijk trekken, weet je wel. Come on, man. Dat is iets uit de cultuur, wat wel begrijpelijk is. We zijn gebombardeerd en we moesten zuinig zijn, ons bienzoenig, om uiteindelijk alles weer op te bouwen. Maar dat is niet de bedoeling van een christen. Een christen behoort vrijgevig te zijn. En dat is een vrucht van de geest, ook al staat hij niet in de lijst. Zo groot is die lijst niet, maar vrijgevigheid behoort er wel te zijn. Want gierigheid betekent dat je dingen voor jezelf wil houden. Maar Christus heeft ons vooral geleerd om te beseffen dat alles wat we hebben ontvangen van de Heere is. Gij hebt niets dat u niet heeft ontvangen. Dat zegt God. Alles wat je hebt, heb je ontvangen. Je zou niet eens kunnen leven als God de lucht van jou wegtrekt. Als hij de kleding van jou wegtrekt. Als hij de slaap van jou wegtrekt. Als hij het eten van jou wegtrekt. Je hebt niets wat je niet kan ontvangen. Wat je niet hebt ontvangen. En in vers 8 spreekt Paulus over twee verschillende manieren van zaaien. Dat zien we ook. We zien hier weer twee tegenstellingen. Aan de ene kant zien we zaaien in het vlees. En aan de andere kant zien we zaaien in de geest. En zaaien in het vlees betekent dat je wereldse goederen gebruikt tot je eigen voordeel en je eigen vleeselijke verlangens. Alles wat je binnenkrijgt, hou je voor jezelf. Je gebruikt het voor je eigen dingen. Als je erover nadenkt, is het best lelijk, hè? Alles wat je krijgt, gebruik je voor jezelf. Je denkt niet aan je medemens. Soms ook kinderen thuis, weet je wel, als ze wat groter zijn, ze komen in die koelkast, eten alles op en ze gaan gewoon weg. Of een man die zegt, ja lieverd, ik ga nu voetballen, ik ga trainen en die man is altijd buiten. Hij denkt niet meer aan het gezin, hij doet gewoon alles voor zichzelf. Klopt niet. Niet van de geest. Kan niet. Een man behoort ten eerste voor zijn gezin te zorgen. En als ze nog wat vrije tijd over heeft, dan zou hij dat eerst in overleg met zijn vrouw moeten doen. Maar op het moment dat het even niet gaat, is dat het eerste wat geschrapt wordt. Want de prioriteit behoort te zijn in het gezin. Zaaien in de geest betekent dat je de wereldse goederen gebruikt om ze in te zetten voor Gods koninkrijk. En telkens kijkt hoe je anderen kunt dienen. Doe je dat? Als je je salaris ontvangt, wie kan ik helpen, wie kan ik helpen, wie kan ik helpen? Oh ja, broeder Jürgen heb ook zo. Nee, maar laat me 2 dagen vrijgeven. Als we met z'n tienen dit doen, dan kan die 2 dagen vrijnemen. Ja toch? Of mijn buurvrouw. Oh, zo lastig met die kinderen, man. Laat me iets kopen voordat het beter met haar gaat. Denken we zo als we ons geld hebben? Of denken we, ik heb mijn salaris. En dan gaan die boekjes open toch, die je door de brievenbus krijgt. Nee, dat is niet de bedoeling. Ons salaris hebben we van God ontvangen en zouden we moeten gebruiken om vrijgevig te zijn. Om het koninkrijk van God te dienen zoals God dat in onze tekst weergeeft.
En het zaaien in de geest kun je vergelijken met het wandelen in de geest. Paripateo, of het marcheren in de geest. Stoigio, waar broeder Arjan het vorige week over had. Paulus wijst de Galaten erop dat als ze in de geest zaaien, het zich uit in een vrijgevigheid die ongekend is. Maar onze tekst houdt natuurlijk meer in dan geven. Het zaaien in het vlees houdt alle dingen in die slecht zijn en waar God niet mee aanbeden kan worden. Er zijn niet alleen twee verschillende manieren om te zaaien, maar er zijn ook twee verschillende uitkomsten. Dat zien we in de tekst. Degene die zaaien in het vlees zullen verderf oogsten. En het verderf wordt vaak uitgelegd als algemene term. Weinig vrucht in jouw leven. Of het mislopen van beloning in je leven. Zo wordt het uitgelegd, toch? Dus een christen die kan zaaien in het vlees, maar toch naar de hemel gaan. Zo wordt deze tekst uitgelegd. We hebben vleeselijke christenen, maar die gaan wel naar de hemel. Maar broeders, zusters, vleeselijke christenen bestaan niet. Bestaat niet. En daarom is het ook gevaarlijk om de grap te maken. Zoals hij is echt vleeselijk, zeg. Hij is echt vleeselijk. Hemel is een belediging. Er bestaat geen vleeselijke christen. Paulus laat hier een duidelijk contrast zien. Degene die zaaien op de akker van hun vlees, die in hun vlees zaaien, die gaan uiteindelijk verloren. En aan de andere kant, degene die in de geest zaaien, die krijgen uiteindelijk het eeuwig leven. Het is een verschil tussen hemel en hel. Waar ga je de eeuwigheid besteden? Ga je de eeuwigheid besteden in de hel? Door constant maar te doen wat je zelf wil. Weet je wel, handen over elkaar, nors. Ik wil gewoon doen wat ik zelf wil. Of kiezen we ervoor om het levenspad van de Bijbel te volgen met als beloning die je van tevoren krijgt door te geloven in de Heer Jezus. Niet achteraf, met als beloning het eeuwige leven. Kijk, het gevaar van deze teksten is dat we snel gaan denken, oh, we moeten wat doen om in de hemel te komen. Nee, maar dat bedoelt Paulus niet. We moeten niks doen om in de hemel te komen. Maar als we werkelijk geloven en de Heilige Geest hebben ontvangen, dan uitzicht dat in vrijgevigheid. En sommige mensen moeten groeien. Sommige mensen zijn gierig van aard, weet je wel. En worden ze bekeerd, dan krijgen ze de Heilige Geest. En dan gaan ze langzaam steeds meer beseffen dat vrijgevigheid iets is wat God van God is. Hé, God heeft Jezus aan u gegeven, hoor. Hij is uit de hemel gedaald en heeft zich bloot aan dat kruis voor u overgegeven. Hij had geen lendendoekje aan. Hij was totaal naakt. Naakt aan dat kruis. Zichzelf volledig blootgegeven voor u. Hij was zo vrijgevig dat hij alles gaf. Zelfs zijn eigen lichaam. Vader, in uw handen geef ik ook mijn geest. Hé, wanneer de Heer Jezus Christus vrijgevig is en wij zijn discipelen zijn, wij achter hem aanlopen, wij hem volgen, dan behoren we toch ook vrijgevig te zijn met alles wat we ontvangen van hem. Dat bedoelt Paulus. Wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heb je de gezindheid van Christus en dan doe je dit. En doe je dit niet, hoe? Hé man, dan ben je aan die andere kant. Dan zaai jij in jouw eigen vlees. In plaats dat je zaait in de eeuwige geest. Dat is een belangrijk contrast. Dus de manier hoe we zaaien bepaalt of we leven of sterven. Ik denk dat ik nog 5 minuten heb. Gemeente, het is daarom zo belangrijk om niet moe te worden om goed te doen. En hier zien we het woordje weer. Goed doen. We hebben het net al uitgelegd. Goed doen. We hebben het gezien in vers 6. En we zien het hier weer. Goed doen is geld geven.
De hele tekst gaat over het geven van financiële middelen. Aan de ene kant moet je iemand ondersteunen, geestelijk ondersteunen en helpen. Maar aan de andere kant moet je iemand praktisch ondersteunen met de middelen die je hebt gekregen om in Gods koninkrijk te dienen. Paulus laat de Galaten zien dat vrijgevigheid een must is en een hulp is om als christenen in de heilige oorlog stand te houden. Hey, vrijgevigheid zorgt ervoor dat je stand houdt. Hey, zolang je vrijgevig bent, heb je geen tijd om te vergaren constant. Je mind is op een andere manier bezig. Het is op een hemelse manier bezig. Vrijgevigheid helpt jou om het levenspad van de Heer Jezus Christus te volgen. Het is genade van God. Vrijgevigheid is genade. We zien hetzelfde in de tekst 2 Thessalonicenzen 3 vers 13. Word niet moe om goed te doen. En daar zien we precies hetzelfde. Het goed doen gaat om het geven van geld. Eerst zegt Paulus, hey, die gasten die niet willen werken en wachten op de Heer Jezus Christus, die moet je geen geld geven. Maar degene die in nood zijn, word niet moe om goed te doen. Zelfde context, geld geven. U weet het, we houden hier geen collecte. En we praten ook niet veel over geld. Maar als die tekst eraan komt, dan moeten we wel. Want u heeft de volle raad Gods nodig. Niet de halve waarheid. We zijn ook niet bang om over geld te praten. Maar we geloven dat God uw hart gaat transformeren. Om ook hier mannen vrij te zetten. En je ziet het ook in tijden van opwekking, hè? Hey, wanneer er opwekking is, dan geven mensen alles wat ze hebben. Je ziet het in Handelingen 2, je ziet het in de dagen van Josia, je ziet het in de dagen van Hiskia, je ziet het in Exodus 36, waar ze geven voor de tabernakel. Dat mensen soms moeten zeggen, het is genoeg, geef niet meer. Oh, wat een gebed, man. Dat we dit mogen bidden, Heer, dat we in de gemeente een tijd zal aanbreken dat we tegen de mensen en tegen de dienstknechten van u moeten zeggen, het is genoeg. Niet meer geven, alsjeblieft, houd zelf. Geef het aan je buurman of zo, die het ook moeilijk heeft. Dat is opwekking. Wanneer je hart werkelijk voor God gaat, dan ben je vrijgevig. Nou, hoe gaan we naar huis, mijn lieve vrienden? Hoe gaan we naar huis? Nou, ten eerste, niet iedereen kan geven. Soms heb je het gewoon moeilijk. Hè, dat staat ook in onze tekst. Dat staat ook in onze tekst. De laatste vers, wanneer je de gelegenheid hebt. Dat betekent dat niet iedereen de gelegenheid heeft om te geven. Dat hoeft ook niet. Maar is dat hart wel vrijgevig? Niet alleen maar rijke mensen zijn gierig namelijk. Hele arme mensen kunnen ook net zo gierig zijn. Maar op het moment dat we beseffen dat we vrijgevig behoren te zijn, omdat we bij dezelfde Heer horen, dan is het een joy om te geven. Dan zijn we blij als we iets voor de Heer mogen doen. Zie je? Nou, hoe belangrijk het is om te geven aan mensen in nood wordt door Paulus aangetoond als we zien dat Paulus aardig wat versen besteedt in een relatief korte brief. Korinthe heeft veel meer hoofdstukken. Maar hier geeft Paulus echt een lap tekst. En ons tekstgedeelte is vrij hard. Maar eerlijk. Net zoals ons Bijbelgedeelte in 1 Timotheüs 5 vers 8. Als we geen aandacht geven aan gelovigen in nood, zijn wij erger dan een ongelovige. We kunnen ook zeggen dat als iemand familieleden in nood niet verzorgt, let op, dan ben je geen christen. Christenen behoren hun familieleden eerst te helpen. En als er dan nog iets over is, dan geven ze dat aan de kerk. Kom hier niet al je geld brengen en
en je eigen familieleden lijden eronder. Als je dat doet en we weten het, gaan we je vermanen. Breng dat geld naar je familieleden, want dat is jouw eerste plicht. En heb je geld naar je familieleden gebracht? Is er wat geld over voor de kerk? Dan kunnen we ook nog mensen dienen die niet gelovig zijn. Dat zegt onze tekst ook. Gul geven is geen optie, maar een belangrijke graadmeter of iemand wandelt in de geest. Geleid wordt door de geest en in de geest zijt. We zien dat Paulus ook een grote zorg had voor de gelovigen in Jeruzalem. Een leven in de geest heeft als uiting dat je zorgt, maar je ook zorgen maakt over anderen die zorg nodig hebben. En het voorzien in materiële noden is de meest directe manier om dat te laten zien. Laten we onthouden dat God wil dat we onze financiële middelen inzetten om te zaaien voor het eeuwige leven. Zij die zaaien ontvangen eeuwig leven, terwijl zij die gierig zijn en zelfgericht zijn, uiteindelijk de eeuwige hel zullen ontvangen. We mogen weten dat we hier in Nederland tot de 5% meest rijke mensen behoren van de hele wereldbevolking. Je bent niet arm. Misschien heb je minder dan je buurman, maar je bent niet arm. Je behoort tot de 5% rijkste mensen in de wereld. Als we zijn aangesproken vandaag door onze tekst, bid de Heer dan. En als dat voor jou nodig is, vraag dan ook om vergeving. En beloof hem dat je dit Bijbelgedeelte zal navolgen uit liefde voor hem en zijn volk. Tot zover. Amen.